dag kijkers, luisteraars. Ik moet aangeven dat het jaar 2022 was een goed jaar voor het bedrijf. Er waren natuurlijk uitdagingen zoals we dat allemaal hebben gehad, met name met COVID. Maar desondanks moet ik zeggen dat we toch de doelen hebben kunnen realiseren. Met name een goede resultaat neerzetten. We hebben onze jaarplan kunnen uitvoeren. We hebben onze jaarrekening ook keurig weer kunnen afronden. Onze mensen hebben de nodige trainingen kunnen volgen. We hebben ook met name het baggeren van de Surinamerivier. Die eerste fase is afgerond en geïmplementeerd. We zijn samen met de regering ook gestart met deel 2, fase 2 van het project, waarbij we gaan naar 5,5 meter. We hebben ook regionaal een workshop gehad samen met de IMO voor het schrijven van het maritiem beleid, samen met de Suriname National Maritime Association. We kijken ook naar de wetgeving samen met andere actoren. Dus ik moet zeggen, we zijn niet ontevreden over het haast afgelopen jaar. Maar er zijn nog zaken die we moeten implementeren. Met name kijken we naar onze businessplan die volgend jaar afloopt. Dus we zijn al gestart met dat traject om een nieuw businessplan samen te stellen die ons dan weer gaat leiden de komende 5 jaar. Hoe ver bent u nu met het baggerproject? Dus het baggerproject dat loopt. Dus ik moet zeggen, de eerste fase was dan die 4,5 meter. Dus dat betekent dat schepen nu kunnen beladen tot 7,3 meter bij springtij minus hun onderkeel clearance van 30 tot 40 centimeter. Dus dat is al geïmplementeerd. En nu gaan we dus naar de 5,5 meter. Dus als we die 5,5 meter hebben afgerond in augustus, dan kunnen schepen laden tot 8,3 meter bij springtij minus hun keel clearance weer. En dat gaat een heel grote gamechanger zijn voor Suriname. Ik denk ook voor de oil- en gassector, want zij kijken natuurlijk, ze willen heel snel move wanneer ze hier bezig zijn. Maar niet alleen voor de oil en gas is dat belangrijk, maar gewoon voor de ontwikkeling van de Surinaamse economie. De landbouwsector, de toerisme sector, dat al die sectoren benefiten, en eigenlijk ze benefiten al, maar ze moeten gaan maximaliseren, zodat de goederenstroom wordt geoptimaliseerd. Want wat er nu moet gebeuren, zoals ik in mijn speech aangaf, is dat ondernemers moeten naar hun businessmodel gaan kijken. En kijken van oké, waar ik inderdaad nu van die 10 meter die dat schip beschikbaar heeft, gebruikte ik maar een klein deel, een fractie daarvan. Nu kan ik veel meer beladen. En dan zegt iemand nou, ja maar ik heb niet meer vraag. Nou, dan moet je die markt opgaan, toch? Om meer te kunnen exporteren. Ja, of meer te importeren en dan importeren en weer exporteren. Toch? Dus dat zijn zaken waar de ondernemers naar moeten kijken. En we zijn on a road, on a missie, we noemen dat promotie van de diepgang. Waarbij wij dus naar die bedrijven gaan, nationaal en internationaal, om ze te vertellen waarmee we bezig zijn. Want we hebben gemerkt dat vele bedrijven hebben nog steeds die oude informatie. Dat ze nog steeds denken dat we zitten op die 4 meter. Terwijl we al bijna een jaar zitten op die 4,5 meter. En nu gaan we naar die 5,5 meter. En wat van belang is voor de bedrijven die willen investeren, is om te weten dat het baggeren gaat niet stoppen. Want we onderhouden die vaargeul. Dus die vraag van, gaat het weer dichtslippen? Nee, het gaat niet dichtslippen. Omdat we onderhouden die geul. En het werkt heel goed, moet ik zeggen. Dus het is goed voor de economie, het is goed voor de consument, het is goed voor de bedrijven. En als Suriname zullen we ons verder kunnen ontwikkelen. Wat ik nog tot slot van dit onderwerp wil aangeven, is dat landen als Nederland, landen als België, dat die landen via hun haven zijn ontwikkeld. En waarom? Omdat ze baggeren. Ze baggeren constant om die havens op diepte te houden. Dus in Suriname is het nieuw inderdaad. Maar we gaan eraan moeten wennen dat dredging is here to stay. U had een oproep gedaan naar de bedrijven in uw speech. U mag het bij deze nogmaals even doen. Ja, dus ik wil de bedrijven inderdaad oproepen. Gebruik de diepgang, die beschikbare diepgang. Kijk naar je businessmodel. Want die cargo is daar. Kijk voor je export. En kom naar de Maas, wij gaan ook naar u toe komen. We hebben al een paar bedrijven aangedaan, nationaal, internationaal. Maar we zullen
verder gaan om met de bedrijven te praten, om te horen wat hun problemen zijn, zodat we samen inderdaad meer geld voor Suriname kunnen verdienen. Want u weet, maar ze worden niet gesubsidieerd. Dus wanneer de bedrijven meer geld maken, dan verdient de mas ook meer, zodat we onze operaties verder kunnen professionaliseren.